We weten dat 300 Squadron net op pad is gegaan met een detachement met twee Cougars aan boord van de Karel Doorman. Net maandag vertrokken. Die gaan daar belangrijk werk doen in het hulpverlenen op de eilanden daar. Er is heel veel werk verricht door het Squadron samen met heel veel andere mensen om patiëntenvervoer mogelijk te maken. En daar is keihard aan gewerkt de afgelopen weken en dat is gelukt. En dat gaan we bij de Cougar zelf bekijken. Maar het betekent volgens mij ook voor jouw mensen dat ze niet zomaar op pad konden. Ze moesten ook nog even in quarantaine volgens mij, voordat ze op pad mochten. En de mensen hebben dan thuis gezeten, de boodschappen voor de deur laten zetten. En uiteindelijk de laatste dag van vertrek richting de helikopters gegaan en ingevlogen. De missie is natuurlijk voor de mensen die meegaan op missie zwaar, maar vooral ook voor het thuisvoet. Die moeten in één keer in deze lastige periode ook een partner of een vriend, vriendin, zoon, dochter missen. En daar houden we wel veel contact mee. Ook veel respect voor het thuis, omdat ze dit dus blijven volhouden. Hopelijk wordt het voor hen ook in ieder geval succesvolle missie, die niet al te zwaar het thuisfront drukt. Ja. We zijn bij 92 afscoren. Morgen heeft het Schoren haar 75-jarige verjaardag. Ja. Memorabel moment, moeten we helaas onder andere omstandigheden nu vieren. Maar deze kans wilde ik niet voorbij laten gaan. Ja. Ik heb het boek. Dit is ons officiële scorenboek. 25 jaar is natuurlijk een gigantische mijlpaal die we normaal met een viering iedereen bij elkaar en dat ook echt even markeren. Ja, het zijn 75 jaar waar we trots op terugkijken, Niels. En op 76 vind ik ook een mooi getal. Zeker, wie weet. En dan drinken we nog eens een biertje op met z'n allen. In deze tijd waarin we moeten werken in een coronacrisis, waarbij we weten dat het betekent dat we niet kunnen werken op de manier waarop we normaal zouden willen werken. Dat we nieuwe manieren moeten verzinnen om daar goed mee om te gaan, om daar op een veilige manier mee om te gaan. En ik vind het heel mooi te zien hoe mensen het oppakken. En de teamspirit die ik op al die plekken zie. Het geloof van mensen dat het ook op deze manier kan. De vonkjes in de ogen. Prachtig om te zien hoe mensen daarmee omgaan en heel veel respect daarvoor.